Ik denk dat het voor ouders belangrijk is om te weten dat uh, aangepast gedrag bij kinderen met autisme dat dat nooit echt vanzelfsprekend is. Dat dat niet zoiets is van dat is een natuurlijk gegeven dat dat kind zich gedraagt, blijft zitten, uh, andere mensen gerust laten enzovoort. Maar dat we gaan kijken voor elk aangepast gedrag dat we zien bij het kind, dan moeten we ook de inspanning zien die het kind of de jongere moet opbrengen om dit te vertonen. Koppel dat terug naar stereotyp gedrag. Elke keer dat iemand het niet vertoont, is een inspanning. En daar mag inderdaad dan de geruststelling en de beloning tegenover staan. Van achteraf mag ik eens lekker fladderen, mag ik eens lekker tollen. Want nu heb ik al die inspanning gedaan. Valkuilen voor ouders zijn, één, het ligt aan ons. Valkuilen voor ouders zijn van, god, professionele hebben altijd gelijk. Wat niet zo is. Um, een voorbeeld, als je als ouders... Word je vaak geconfronteerd of bepaalde ouders geven het signaal, bijvoorbeeld op school, van kijk, thuis gaat het helemaal niet goed. We hebben veel problemen. Ons, ons kind is heel druk, zit in de gordijnen, kan niet uit de planten blijven, heeft woedebuien, wat dan ook. Dan is er soms een antwoord dat komt van de school van oh, maar hier gaat het goed. Hier hebben we geen problemen. Dus met andere woorden, je krijgt een boodschap vaak als ouder van waar het gedrag voorkomt, met name thuis, daar ligt ook de oorzaak. Dat is een valkuil, dat is niet zo. Evengoed kan de oorzaak liggen in het feit dat een kind zich inpast in verwachtingen op school, daar op de toppen van zijn tenen loopt, spanning opbouwt, terugkomt thuis met een rugzakje vol stress en daar in één keer dat rugzakje moet uitkieperen. Ik vind het een zeer treffende vergelijking wat Landschip een persoon met autisme brengt, die spreekt van de rubberen autist. En hij verwoordt het als volgt van, kijk eens, mensen met autisme die zijn een soort rubberachtig en die kan je inpassen in een vorm en die zullen die vorm aannemen in een soort mal. Maar zodra je ze terug uit die mal neemt, komen ze terug tot hun oorspronkelijke vorm. En dat kan zeker bij kinderen met autisme nogal wat energie vrijkomen.